Waarom zit hij er nog tussen eigenlijk? Lekker hè? Hallo lief allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is maandag vandaag, nieuwe ronde, nieuwe kansen en wel echt, want we zijn natuurlijk terug van vakantie. Hebben jullie in de vorige vlog allemaal gezien. Ik zit helemaal vol met zin in nieuwe dingen, oftewel zat. Want ik heb de laatste dagen, afgelopen weekend en nacht, heb ik echt even een breakdown moment. Jax is wel gezegd volgens mij in de 4 maanden dip. Klinkt een beetje raar, want toen ik de 4 maanden update heb gedaan van Jax, was ik nog heel positief en ging alles echt van een leien dakje. Nou, daar word ik nu even van teruggeroepen, want Jax is nu dus over een weekje of zo is hij 5 maanden. Dus hij is even iets later begonnen, die dip bij hem. Ik weet niet wat er aan de hand is. We zijn echt van alles aan het speculeren. Maar Jax slaapt 's nachts gewoon echt zwaar K. Overdag is hij ook heel erg onrustig. Hij is heel veel aan het strekken. Heb ik allemaal al verteld. Hij wil niet meer drinken uit een flesje. Borstvoeding, ik ben ongesteld geworden. Ik heb heel veel haaruitval. Ik heb soms echt het gevoel dat mijn hormonen een beetje klaar zijn ermee. Dit is dus ook de reden dat ik eigenlijk pas heel laat deze vlog instart. Het is alweer 2:10. Maar ik ben gewoon zoveel met hem bezig dat ik eigenlijk niet echt kan vloggen. Dus dit is even de story tot nu toe. En dan nu proberen met retenverse melk. Hey. Hoeveel zit erin? Hey. Hij doet het een beetje. Jax is al 2 keer omgedraaid. Dan leg ik hem op zijn buik. En dan besluit hij zelf terug te draaien. Wat goed, man. Ik heb nu trouwens deze borstkolf. Die is nieuw. Van, hoe spreek je het uit? Lansino. Kijk, superleuk. Hebben ze erbij gedaan voor mij. Alweer 4 maanden borstvoeding. Ik ben deze even aan het uitproberen. Ik gebruik normaal de Difrax. Dat weten jullie. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Echt dat terzijde. Maar ik ben een blog aan het maken over borstvoeding. Echt een uitgebreide blog. En daarvoor ben ik allerlei verschillende kolven aan het uitproberen. Dus deze, de Madela en de Difrax. En die ga ik dan allemaal met elkaar vergelijken. Wat is mango toch eigenlijk lekker, hè? We hebben silicon vegetaria. Silicon non-carne. Dat kan niet vanaf zijn. Haha. Het is trouwens echt verschrikkelijk hoe ik er de hele dag bij loop. Ik kom niet aan vloggen toe, maar ik kom ook niet echt aan mijn uiterlijk toe. Dus dit is het een beetje voor nu. Goedemorgen. We hebben al ontbeten. Bart is naar werk. En ik ga even een klein pakje maken voor Jax. Doe ik hiermee. Echt een klein beetje hoor. Om gewoon een beetje hapjes te leren. Komt vandaag een vriendinnetje bij Jola logeren. Kom maar hoor. Ga je wat hapjes geven. Oké. Okay. Goed Jax. En Jax die heeft de ochtend heel erg goed geslapen. En we gaan naar de parade. En had ik beloofd om nog even te zeggen in deze vlog. Jola die maakt vandaag ook haar eigen vlog over wat zij vandaag gaat doen op de parade. Het is eigenlijk gewoon een soort vlog, want meestal heb ik een video, maar nu een vlog. Ja, op haar kanaal. Ik zal hem hierboven even erin zetten. Kunnen jullie daar de video vinden van wat Jola vandaag heeft gedaan. Ja. En dan gaan we nu verder met mijn dag vanuit mijn perspectief. Eerst even deze opeten, dan Jax aankleden en dan gaan we. En deze. Ah, en Jax nog voeden, ook nog. De outfit van vandaag. Ik heb mijn outfit aan die ik bij de Diest heb gekocht. En ik heb mijn outfit aan van Noppies. En gewoon een broekje. H&M en Sarah petje. En Sarah petje. We are ready! Film zitten klaar voor de dochters in de zweefmolen. Nou, kom op, meiden.
Dat is grappig, hè? Broertje. Ja. Ja, niet. Oh, mag ik daar nog een keer drukken? Ja? Dat was het geetknopje. Dat is een beetje raar. Waarom zitten jullie nog tussen eigenlijk? Ik weet het niet, maar die muziek... Mijn voeten gaan gewoon bewegen, hè? Niet echt iets mee, hoor. Mijn voeten gaan gewoon bewegen op deze muziek. Nice. Oh, wow. Ja, we weten het ook nog, ja. Moeten wij mee... Ja, jullie mogen mee, maar... Merel, ik ga even voeden. Jullie zijn wel assistentes, hè? Dus je moet wel goed luisteren, anders gaat het mis. Ja. Veel plezier. Ik ga even voeden, hier in de schaduw gewoon. Ja? Ja, Jax moet ook drinken hebben. Dat moet ook gebeuren. Ik zal het bijna vergeten, zo lief als die is, hier. Geen banger hart dan dat van jou. Hier, mama. Hoor jij het ook? Was dat jullie lancering die ik hoorde? Hij ging niet naar Mars. Hij ging ergens anders heen. Waar dan heen? Naar de maan. En waar ging die heen dan? Nee, hij ging een beetje richting de zon en de maan. Oké. Okay. Oh, nee, ging naar de maan. Wauw, ze zijn wel heel erg mooi, hoor. Leuk, ja, wauw. Dit vind ik vooral leuk. Ik zou ze werkwerk van laten maken. Kunnen jullie hem zo op jullie rug meetillen? Nee. Lekker, hè? Lekker! We gaan aan het kokkerellen. En hoe? Kijk hoeveel pannen ik heb hier. Bam. Broccoli, vegetarische balletjes, lekkere mais en kazenvleetjes. En curry amandelmelksaus. Lekker! Eet smakelijk! Eet smakelijk! Zo, het bed is klaar. Het is 10:45, dus ik ga de meisjes naar bed brengen. Het wordt tijd. En dan nog even voeden en dan zelf ook naar bed. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Tot de volgende keer maar weer. Vergeet niet te abonneren. Er komen steeds vaker extra video's weer bij. Dus ja, als je op de hoogte wil blijven, dan moet je echt even abonneren. Thank you, bye bye! Rock that joint.